Beste kijkers, welkom bij Wij zijn van de Partij. Een programma waarin ik in gesprek ga met mensen die de Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigen of dat graag zouden willen. Wie zijn zij? Wat fascineert hen aan de politiek? En wat hopen zij daarin te bereiken? Dat zijn een paar vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Ik ben Geke Lensen, gespreksleider in deze met EI. Let's go! Allemaal welkom, zou ik zeggen. Wij zijn van de partij. We hebben vanavond weer drie mooie gasten aan tafel. Sterren, zei ik net al. Hè. Ik ben een beetje in stijl gebleven met de koek van vanavond, Sterren. Omdat jullie natuurlijk toch wel de sterren van de politiek zijn. Ik zal je even voorstellen aan mijn rechterkant meneer Bert Gelling, fractievoorzitter van de VVD. Links Birgit Rusken, nummer 5, kandidaat CDA. Dacht ik bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. En naast haar Karin Stadman van D66, nummer 2 op de lijst. Welkom. Birgit, ik zag jou vandaag al eerder voorbij komen op tv. Vertel. Nou, als je vroeg wakker vannacht. Dat klopt. Ja. Nou, ik werd gebeld door Wakker Nederland. Rick Brink was natuurlijk genomineerd. Een van de beste raadsleden van Nederland. En de omroep zijn wat mensen gaan bellen. Omdat ze dat eigenlijk als item wilden hebben in een uitzending. Ja. Ja, en toen hebben ze mij gebeld. En ik heb ja gezegd. Dus ik wou best wat vertellen over Rick. En over. Kon Rick dat niet zelf doen? Rick is zelf ook geïnterviewd. Dat heb ik gehoord. Het gezien, dus, ja. Maar ze vinden het ook leuk om even iemand, ook wat shotjes zeg maar, te nemen van iemand die dan om hem gestemd heeft. Dus, Zo. Ben je ook genomineerd voor beste raadslid van Nederland? Nee, geen zin. Nee, wie had dat dan moeten doen, kunnen doen? Ja, tot vanmiddag 12 uur kon dat nog? Nou, ik geloof dat je het zelf kan doen, maar dat is. Ik weet het eigenlijk niet, ik ben daar echt volstrekt niet mee doende. Nee. Ik zag Anne van der Hoek volgens mij ook, ook genomineerd was. Maar hadden dan je partijgenoten kunnen doen? Of hoe werkt zoiets? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet echt heel nabij volg. Nee. Ik weet niet wat de kwalificaties daarvoor zijn. Waarmee ik Rick natuurlijk niks tekort wil doen. Ik zou het niet weten. Maar goed, ook niet de ambitie om beste gemeenteraadslid van Nederland te worden. Nou, niet als ik daar mijzelf voor moet nomineren. En jullie hebben ook geen niet Jacco genomineerd of niet aan gedacht? Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het ook aan mij voorbij is gegaan. Ik hoorde Anne van de Hoek zij genomineerd was. En dat zij eraan kwam van jullie gaan toch op mij stemmen. En toen dacht ik, er is kennelijk iets belangrijks om een uitspraak over te doen, maar ik wist het ook niet. Oh, je wist het ook niet. Wat denk je, Birgit, maakt Rick kans om te winnen uiteindelijk? Eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig, Geke. Kijk, ik kom uit de zorg en er zijn heel veel keurmerken, lintjes, stickers, stempels om mensen te laten opvallen zeg maar, in dat wat ze doen, of ziekenhuizen of bedrijven. Uiteindelijk gaat het aan het eind van de dag om wat je gewoon doet op inhoud. En dat heb ik ook vanochtend verteld. En of dat nou voor een onderneming geldt of voor een organisatie of voor een persoon, dat maakt niet uit. Nee. Dus ik ben er eigenlijk niet mee bezig hoe hoog Rick gaat eindigen. Ik vind het veel belangrijker dat hij zijn steentje bijdraagt in de gemeenteraad van Hardenberg. De erkenning is leuk, natuurlijk is dat leuk. Ja. Maar verder dan dat gaat het niet. Nee, vind ik niet. Ik vind dat het gewoon op inhoud moet. Ja. Nou zeg je, het gaat op inhoud, wat heb je betekend? Wil ik mij even tot Bert wenden. Jij zit nu 4 jaar in de gemeenteraad. Als je terugkijkt, ik herinner mij nog 4 jaar geleden toen je erin kwam, dat je toch van plan was om dingen te veranderen in de raad. Behoorlijke ambitieuze plannen. Zijn die gerealiseerd? Wat jou betreft? Nou ja, ik denk dat er eigenlijk wellicht een paar dingen zijn gebeurd. Wat ik in ieder geval gezien heb in de afgelopen 4 jaren is dat er een behoorlijke
cultuurverandering heeft plaatsgevonden. Het was heel sterk zo dat, althans in mijn beleving, de drie partijen van de coalitie het wel redelijk geregeld hadden. Hè? Dat daar in de afgelopen 16 jaar natuurlijk een soort van hegemonie was, hè? Waarbij het beleid wel aardig vast lag en op de hele kleine details nog eens een keer wat werd gevonden. En ik merk dat daar ook heel weinig ruimte was voor discussie. Het werd al heel snel ruzie. Hè? Als je iets vond, nou dan waren we... En je hebt het dan over het CDA, ChristenUnie en Partij van Arbeid. Ja, zeker. Maar dat, en daar, was natuurlijk, daar zat nog wat versplintering in. Waaronder dan wij en D66 die nieuw was, denk ik op een redelijk zelfde manier erin zat. En wat je zag in het begin was, merkte ik heel duidelijk, dat als je iets vond, nou, dat werd toch wel bezien als, op zijn zachtst gezegd, wel wat vervelend. Ja. En ik merk dat zo langzamerhand daar wel wat voor in begon te kenteren, dat er wel wat bereidheid ontstond om toch eens een keer ergens over te praten. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap geweest is, want zo langzamerhand zie je, dat heeft ook wel iets met de verjonging te maken die plaats heeft gevonden. Er zijn natuurlijk een paar fractievoorzitters ook wel ook verjongd, hè, veranderd. Ja. En ik merk dat het nu, ik vind het in ieder geval een stuk leuker worden door te merken dat er echt wat meer bereidwilligheid is om eens ergens over te praten. En maar dan doel je op het CDA waar Breukelman van de Valk plaats gemaakt heeft voor Breukelman? Ja, dat is niks ten nadele van Dirk van der Valk hoor. Die heeft in de tijd waarin die zat natuurlijk al heel goed gedaan. Alleen wat ik heel, heel fris vind, je zegt het bijvoorbeeld aan Martijn Breukelman, dat je echt merkt dat hij toch wel probeert om gewoon te luisteren naar wat anderen ook vinden. En iets minder te volgen naar het college. Er deed zich een hele interessante constatering voor eigenlijk. Hè. Dat is dat in Hardenberg, of eigenlijk is het zo in de gemeentepolitiek, dat de gemeenteraad maakt het beleid. Hè. Die zet de kaders uit. En het college voert dat uit. En komt dus eigenlijk telkens terug naar de raad om te zeggen, nou, dit hebben we gedaan. Maar dan schets je een beeld zoals het zou moeten zijn. Ja. Maar is het niet nog steeds zo dat eigenlijk het college het beleid bedenkt en daarmee naar de raad komt doen wij het goed? Heb je helemaal gelijk. Maar dat is precies, dus dat is de spijker op de kop, want dat gebeurde er, het college bepaalt. Wat je eigenlijk ziet is dat wij zo'n 160 miljoen euro aan budget hebben per jaar. En ik denk als wij het hebben over 5 miljoen daarvan, dan is het best veel. En de rest, dat gaat er eigenlijk wel aardig door. En wat je dan terecht constateert, is dat het college het beleid maakt. En daarbij zo heel af en toe een stukje daarvan op de agenda zet van de raad. En daar wordt dan heel specifiek, tot in de komma, wordt daar iets van gevonden. Maar de hele achterliggende gedachte van waarom krijgen we dit eigenlijk, waarom krijgen we het nu. Hè? Het is interessant om te zien ook dat die agenda's 2 weken van tevoren leeg zijn. Hè? Dan als je op de site kijkt zie je niks. En ineens staan daar dat betekent toch eigenlijk dat het dualisme, want daar hebben we het dan over, nog steeds niet werkt in Hardenberg. Nou ja, daar is dat begint nu wel meer te komen. Dus ik sluit me aan, want ik zit nu 3 jaar in de steunfractie. Ik zit natuurlijk op de tribune en dan zie ik het proces gaan. Dat is echt interessant om te zien. Dat geleidelijk aan er wel meer debat ontstaat, wat meer dialoog. En ik ben wel met Bert eens dat je natuurlijk wel ziet dat de gevestigde partijen, die natuurlijk een lange tijd het beleid ook mee bepaald hebben, dat het natuurlijk wel lastig is dat je dan ineens met nieuwkomers, dat je dan wat meer kritische vragen, die ook wat aanhouden in de vraagstelling. Nou, dat herken ik Bert ook wel in. Dat vind ik ook wel tof van jou, hoe jij dat doet. Dus toch ook wel goed die controlerende functie, maar ook het gesprek aan willen gaan. En dat dan heb je het over debat. Maar ik heb meer over het beleid, wat toch nu meer van het college, nog steeds van het college komt, terwijl het eigenlijk meer vanuit de raad zou moeten gebeuren. Wow. Ja, de raad die is natuurlijk, die moet het controleren en die bekijkt ook wat de coalitie aanbrengt en wat de raad daarvan vindt. En dat die controlerende taak is er ook, maar je ziet ook wel door de sturing van de coalitie, wat je zegt met de vergaderingen,
die stuurt aan wanneer wat dan op de agenda gaat komen. Dus het is, ja, maar, de, maar het college bepaalt voor een nou, toch wel een heel groot deel wat op de agenda staat. Ja, dat bedoel ik. En dat zou dus eigenlijk niet moeten. Neem voorbeeld van het CDA, het jeugdlinkje. Dat is echt toch iets wat vanuit het CDA op de agenda is gekomen. Dat zou veel meer moeten gebeuren. Dat je wat meer van dat soort onderwerpen, ja, dus vanuit meer, de raad. Precies, meer proactief. Ja. En dus, kijk, want nu is het wat reactief, dus je wil meer naar die proactiviteit. Ja. Precies, maar gaat dat met jullie nieuwkomers ook gebeuren? Nou, je stelt de vraag en ik kijk naar jou. Ik denk dat wij daar wel van zijn om meer zelfbewust en proactief te zijn. Dat is in ieder geval de insteek die ik ga kiezen als ik in de raad kom. Ja, ik ook. En met mij weet ik vanuit mijn eigen fractie ook. Kijk, het is nu natuurlijk in de tijd van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ga je de verschillen tussen de partijen even zien. Maar voor mijn beleving ligt het ook veel meer op de samenwerking en op de overeenkomsten. Want uiteindelijk, kijk, ik ben bij de CDA gekomen, maar ik dacht, weet je, al die partijen willen toch duurzaamheid en goede ouderenzorg en een fijn woon- en leefklimaat. Dus waar zitten dan de verschillen? Nou, ik heb gemerkt en geleerd natuurlijk dat er verschillen op de details zitten. Waar wil jij het geld dan het liefst aan uitgeven? Wat vind je belangrijk? Maar uiteindelijk moeten we toch op heel veel cruciale dossiers gewoon eens worden. En dan zou ik ontzettend graag die discussie in die gemeenteraad te zien. Ja, je zegt de verschillen zitten op de details. Wat noemen ze een belangrijk verschil tussen het CDA en de VVD? Kan je dat? Nou ja, ik weet in ieder geval wat natuurlijk pas op Facebook heeft gestaan, de zondagsopenstelling. Hè, daar zijn jullie heel erg voor. Wij zijn daar nog even gematigd in, omdat wij eigenlijk veel meer de handelsvereniging daarin willen horen. Waar zijn behoeftes? Je hebt kleine ZZP's en grote ondernemers. Daar zit verschil in. Jullie hebben daarin al wel een kleine switch gemaakt. Pakweg 2, 3, 4 jaar geleden was er met CDA niet over te praten nog. Ja, dat klopt. Maar dan zie je dus al een verschil. Misschien in de verjonging van je fractie dat daar veel meer ruimte is voor discussie. En nou ja, even kijkend naar jou, Karin. De naamswijziging, wat op dit moment heel erg speelt bij de D66 van de gemeente Hardenberg, dat het een andere naam zou moeten krijgen. Ja. Dat is geen ding van het CDA. Wij zijn daar niet mee bezig. Als wij nou daar even op doorgaan, wat ik mij daarin heb afgevraagd, is dat nou niet echt een onderwerp echt voor de bühne? Ik kan me niet voorstellen dat er één iemand is die dat nou echt serieus wil. Oh. Wel dat je zegt, er moet meer aandacht komen voor al die kernen in de gemeente Hardenberg en dat men zegt, te veel gaat naar de kern Hardenberg zelf. Mm-hmm. Nou, kan ik inkomen, maar dat je nu 15 jaar na dato, 17, 18 jaar na dato, nu nog zegt, we willen een andere naam voor de gemeente. Kijk, wat wij niet doen is dat we iets per se willen. Wij willen de discussie aanzwengelen. Dat is wat wij wilden doen. En wilden ook een stem geven aan signalen die we inderdaad uit de samenleving van de gemeente hebben gekregen. En kijk, wat wordt in de naam? Waar staat die naam voor? Wat we eigenlijk hebben gemerkt is, je zit in een regiogemeente en dan hebben we het over de gemeente Hardenberg, maar die gemeente is natuurlijk veel groter dan alleen de stad Hardenberg. En het gaat niet zozeer om de naam per se, maar het gaat wel om het positioneren van een krachtige regiogemeente. En daar past misschien ook wel een andere naam bij. Omdat je daarmee ook de associatie krijgt van wat willen wij dan precies zijn voor gemeenten. Dus waar wij als D66 de afgelopen jaren tegenaan liepen, was het idee van ja, je hoort van de coalitie, we hebben een regiofunctie. En dan ga je dan vervolgens achterover leunen, dat is dan heel fijn. Maar daar kom je er niet mee. We moeten naar de toekomst kijken dat we een vitale gemeente hebben die aantrekkelijk is voor mensen om te blijven willen wonen, ook voor jonge mensen.
aantrekkelijk voor toeristen. Dus je zult iets moeten doen om onderscheidend te zijn in onze... Maar is dat dan werk, want je zegt net, nou, of dat nou inderdaad in een hele nieuwe naam moet gebeuren? Nee, maar het gaat om de discussie te voeren. Dat als je het hebt over wat moet die regio dan precies zijn... Durf je het dan ook aan om daar nog eens over na te denken met elkaar? Omdat er geluiden zijn in de gemeente die dat wel degelijk zeggen van... nou, wij hebben daar best wel last van. Wij kunnen ons niet zo goed identificeren. Want als we het over Hardenberg hebben... en nogmaals, ik ben import, hè, dus voor mij maakt het eigenlijk helemaal niet uit. En hoe staat de bed erin? Hoe sta je daarin? Nou, ik begrijp het sentiment wel. Je hoort het ook, ook hoofdzakelijk uit Delfsvaart. En dat begrijp ik. Ik vind er een paar dingen van. Als dat breed geleefd wordt, vind de VVD-fractie het geen probleem. Wat wij alleen wel, wij zijn heel pragmatisch en heel praktisch. Wat ik veel vind van de gekozen namen die dan volgen, is dat het altijd van die flutnamen zijn. Hè? Dan krijg je Reest en Vecht en van dat soort dingen allemaal. Nou, dat maakt geen indruk en te meer. Hoezo is het een flutnaam? Nou, dat heeft geen enkele impact. En ik wou hem afzetten, daarom durf ik ook te zeggen dat het een flutnaam is. Af te zetten tegenover toch Hardenberg, wat bijna een merk is. Hè? Want door Edwin Evers, door veel dingen die wij hier doen, is Hardenberg toch ondertussen best wel een bekende naam geworden. En ik geloof niet dat Reest en Vechtaat gaat worden. Dat is, dus ik wellicht is het een gemiste kans geweest toen de tijd bij die gemeentelijke herindeling dat toen niet gekozen is voor een andere naam. Maar ik denk zo ondertussen dat we er veel mee weggeven, dat is één. Ja. Ik denk ook dat het heel veel geld kost, want je moet... Ja. Want je verkijkt je erop wat het kost om al die... Ja, die nou ja, dat vraag ik mij dus ook af. Ja. Ja, en dan wordt de vraag, en wij zijn natuurlijk echt wel van zorgzaam omgaan met budget. Als je er heel veel geld aan uitgeeft, ja. Dat gaat het opleveren. Ja, nou, wat mag dat kosten en wie gaat er wat van inleveren dan? Maar je hebt natuurlijk wel een punt. Lekker, ja. Je hebt wel een punt, Karin, hè? De buitengebieden, zeg maar ook de kleine buitenkennen, die moeten zich wel gehoord voelen. Wij hebben dat eigenlijk geprobeerd handen en voeten te geven door, zoals heel veel partijen trouwens wel hoor, daar gaat het niet om. Raadsleden uit die kernen in die gemeenteraad te hebben. Dus één uit Sipculo, één uit de Krim, één uit Kampenberg, Balkbrug, dankjewel. Dus, en de plaatselijke belangen op te zoeken, wijkvereniging, om te horen wat daar speelt. Dus ik deel je mening dat de buitengebieden andere problemen hebben, of andere zorgen hebben, of tegen andere dingen aanlopen dan, de stad Hardenberg, hè, of de plaats Hardenberg. Nee, maar een sterrenbijl. Moet je dan op inhoud, moet je dat dan gaan zoeken. En dat verander je niet door de naam, inderdaad. Nee, dank je, ik ook niet. Vind je erg als ik alleen niet? Nee, dus het gaat vooral ook de discussie te zoeken en ook mensen te activeren na te denken, wat willen zij nou met deze gemeente? Ja. Dus wat is de kracht van deze gemeente? Meer dan alleen dat je roept, dit heeft een regiofunctie voor mij. Kijk, ik werk voor het bedrijfsleven, daar doe ik opdrachten voor. En dat is ook precies wat je in het bedrijfsleven steeds met bedrijven en ook met mensen zelf bespreekt van wat is je meerwaarde en waar onderscheid je je mee? En willen wij hier een toekomstbestendige gemeente, en dat willen we. Want over in 2030, dan is de kans op krimp. We zien natuurlijk dat heel veel jonge mensen naar de grote steden trekken. Dus als we willen dat dit een regiofunctie heeft, moet je nadenken, wat houdt dat dan precies in? Ja, maar het is eigenlijk meer nadenken dan echt praktisch een nieuwe naam willen hebben. Dat hoeft niet per se, maar het gaat wel om dat je zegt van hoe verbinden we ons met elkaar? We zitten in een netwerksamenleving waarin heel veel met elkaar samenhangt en hoe kunnen we ook iedereen daarbij betrekken? Want er is heel veel te doen. We moeten in één... we moeten over een aantal jaar, dat is één generatie naar schone energie bijvoorbeeld. Er is heel veel te doen. En als we die welvaart kunnen stimuleren, hebben we geld om ook die duurzaamheid te doen.
aan te pakken. En die duurzaamheid is natuurlijk voor een deel ook wel een verdienmodel. Maar tegelijkertijd hebben we ook een goede, gezonde economie nodig. Ja, maar dan ga je echt in de inhoud zitten. Dat is goed. Dat hoor ik veel liever dan over een andere naam. Ja, nee, maar dat is wat de lading dekt. Als je die wil houden, dan moet je zorgen dat er goed transport is. Dat je makkelijk naar Groningen kan gaan voor je studie en thuis kan blijven wonen. Dus dat ook de mensen met de lage inkomens gewoon maar goed, dat heeft op zich dan met de naam. Ja, maar dan hou je ze hier. Dus dan houden ze hun netwerk hier, hun vrienden. Ze vinden hier later werk. Dus ze hoeven dan niet buiten Hardenberg per se te gaan wonen. En dan hou je dus de jeugd hier. Nou, de verbinding met de ouderen. Ja, dan kun je levensbestendig wonen. Maar dan zit je veel meer op inhoud dan om het merk Hardenberg of de naam. Ja, of, precies. Waar ik nog even, laten we het hierbij laten. Waar ik even nog op terug wil komen is dat jij zei van... we hebben dus kandidaat raadsleden uit alle verschillende kernen. Mm-hmm. Wat mij daaraan opgevallen is, want die zijn er inderdaad. Mm-hmm. Maar van al die kandidaat raadsleden komen er eigenlijk heel weinig mensen van oorsprong uit die kernen. Het is allemaal import. Hoe verklaar je dat? Ik heb daar geen verklaring voor. Iemand die nu in Sipkulo woont en de stem van Sipkulo eigenlijk in de fractie bespreekbaar maakt. Ja, is het dan erg dat je daar niet geboren bent? Ik zeg niet dat het erg is, maar het is wel een gegeven. Dat het, Karin woont, jij woont in Dedemsvaart. Ik woon in Dedemsvaart. Maar je bent, je woont er nog niet zo heel lang. Nee, ik woon hier nog maar 8 jaar. Ja. En... Wat maakte dan op een gegeven ogenblik dat jij dacht, laten we het daar eens over hebben. Ik wil iets voor die lokale politiek kunnen betekenen. Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Toen ik hier 8 jaar geleden naartoe kwam, toen ben ik de liefde achterna gereisd. En die zat in een pittoresk boerderijtje. Dat is altijd goed. En die zat op het platteland. Ik dacht eerst van, oh jee, wat ga ik nu doen? Want ik kom uit een wat meer middelgrote stad. Ik kwam net uit Nijmegen. En aanvankelijk dacht ik, nou ja, ik doe dan een beetje alsof ik gewoon in Zwolle woon. En ik weet nog heel goed dat ik ooit tegen mijn kinderen zei... Nee, het is gewoon schandalig. Ik weet dat ik ooit tegen mijn kinderen zei, weet je... Als je ergens voor gaat, moet je er ook met 2 benen in jumpen. Nou, ik hoorde mezelf nog zeggen, dus ik dacht na een paar jaar, kom op stadman. Je gaat nu met de poten in het veen en je gaat hier gewoon aarden. Dit is je plek. En vanaf dat moment ben ik een kleine ondernemer, nog een onderneming gaan starten met vakgenoten. En ik dacht, ik wil ook iets terug doen voor de samenleving. Even voor onze kijkers, want jij bent een van de conflictbemiddelaars, heb ik onder begrepen. Onder andere, wat nog meer? Nou, ik heb een eigen bedrijf op het gebied van managementadvies, coaching en trainingen en ik ben mediator. Mm-hmm. En toen ik hier in het begin woonde, heb ik met een groepje de rijdende conflictbemiddelaars opgericht. Dus wij zagen ons dan in een soort gele, wat is het eigenlijk, een heel mooi geel auto, een gele auto zo door de streek rijden en dan allerlei conflicten aanpakken. Maar ik moet zeggen, dat liep eigenlijk niet zo heel erg goed. We hebben geen conflict hier. Nee, het is een hele homogene gemeenschap. Nee, dus we hadden eigenlijk qua aanpak, werkt dat niet zo heel erg goed. Maar ik ben nu wel vrijwillig buurtbemiddelaar voor een naburige gemeente. Dus dat vind ik ook mooi werk om te doen. En als je vraagt van wat maakt dan die lokale politiek? Ja, toen ik jonger was wilde ik ooit politicologie studeren. Maar ik ben iets anders gaan doen, maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd gebleven in politiek en in invloed uitoefenen, zelf de regie pakken, mensen in hun kracht zetten, op hun zelf dingen te vermogen, zelf dingen te laten uitoefenen, doen. Uitoefenen, dat vind ik wel mooi, want ik heb wel eens gedacht, stiekem, die mensen die in de politiek gaan zijn eigenlijk toch wel een beetje belust op macht. Want jullie beslissen wat er met ons geld gebeurt. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ben je ook zo'n machtswellusteling? Nee, volgens mij volstrekt niet. Nee, maar ik zat er even te denken ook toen je het had over import. Want ik ben volgens mij de enige import op de lijst. Volgens mij is iedereen verder geboren en getogen op de plek waar hij zit.
Waar kom je van oorsprong vandaan? Ik kom uit Groningen. Ik ben geboren in Scheemda. Dat kan je niet. Je knauwt helemaal niet. Hoe kan dat? Nou, wel een beetje. Oké. Ik ben vervolgens, na veel omzwervingen, heb ik mijn middelbare schooltijd in Stadskanaal doorgebracht. Ik heb gestudeerd in Nijmegen. En toen ben ik hier notaris geworden in Hardenberg. En in de politiek terechtgekomen. Volstrekt toevallig. Want dat is iets meer dan 4 jaar geleden dat ik mij eens meldde op een, het was iets voor nieuwjaar, zeg maar 2013, bij de VVD. En ik geloof dat ik 2 maanden later stond ik op het eerste bierkratje in bij plaatselijke belangen dingen te vertellen over. Ze hebben je echt naar binnen gehaald. Niet eens dat. Het was echt van nou. Hier, als je dan toch weer. Ze hadden gewoon op je gewacht, blijkbaar. Nee, maar dat is wel een van de dingetjes. Want dat is ook wel in reactie op wat je net zegt. Het heeft, ik denk dat het hier in heel veel gemeenten zo is. Dat het niet zozeer op macht of invloed of iets dergelijks berust, maar dat je echt heel echt moet zoeken naar mensen die überhaupt politiek geïnteresseerd willen zijn. Dat is echt voor ons. Ik heb de indruk dat dat nu dit keer helemaal niet zo zeker is. Wel, zeker. Het is absoluut zo dat veel mensen best wel op een manier betrokken zijn. Maar zodra je dat wil betrekken in de gemeenteraad, wordt het echt wel een heel ander verhaal. Want je moet niet vergeten dat. Er wordt wel eens wat schamper gedaan over de vergoeding die je krijgt. Die is in verhouding tot. Bij mij zit alleen maar een zelfstandig ondernemer. Dus daar offer je toch echt wel wat voor op dan. Dat doen mensen graag. Dat is geen, het is geen lijden. Maar het is toch wel vrij riant, toch? Ja, in een gemeente met meer dan 60.000 inwoners. Ik kan me voorstellen dat je in een gemeente met een paar duizend mensen niet graag in de gemeenteraad zit, maar in een gemeente als Hardenberg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in ieder geval bij de mensen die bij ons zitten echt wel een ding is. Want ik wil er niet schamper over doen, maar ik denk dat veel mensen er echt wel veel leveren. Het is best wel veel werk. Dus dat is één. Maar wat ook nog wel speelt, is dat het. Er zijn ook wel heel veel mensen tegenwoordig die iets van je vinden. Hè? Je moet maar eens kijken als je op Facebook iets post. Ja. Nou, je oogst niet alleen maar Hosanna, hoor. Dat zal Liam ook wel gemerkt hebben met zijn berichtje. Want ik heb die reacties gelezen. Dacht ik, ik hoop dat hij ook even goed gesteund wordt door jou. Maar dat zal ongetwijfeld, hoor. Maar het ging over die zondagopenstelling. Weet je, dan komen er allemaal reacties. Voor en tegens. En dat is niet erg. Dat is zo. Je hebt er nog veel mensen die onder andere rare pseudoniemen denken alles te moeten doen. Dat maakt, betrekking tot mijzelf, kijk, bij de VVD zijn het allemaal ondernemers, dat je ook je wel eens afvraagt van als ik met mijn naam in de krant kom, hoe goed is dat voor mijn voor je business? Als ik daar even op doorga, want je geeft het nu zelf aan, hoe leuk is dat dan nog om in de speciaal voor jou, nog geen maand geleden denk ik, zag ik een ingezonden brief in de krant. Ja. Stem op de VVD, maar dan vanaf nummer 2. Die buitengewoon sterk gevonden. Maar dat moet je toch een beetje zeer doen dan. Ik weet wie schrijft, maar goed, het is niet leuk. Kijk, maar dat is voortdurend zo. Kijk, je hebt heel veel mensen die bij voorkeur onder pseudoniem iets schrijven. En er zit weinig. Dus punt 1, nooit onderzoek. Er zijn mensen bij die ik nog nooit gesproken heb. Die kun je niet verdedigen. Die een heleboel vinden ergens van. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat in het begin nog wel eens vervelend vond. Maar ik merk dat overigens heel weinig mensen het lezen, want je hoort er eigenlijk nooit iets van. Dus ik denk, laat maar. Maar het is wel een ding. Dus als je. Neem maar even terug naar je vraag: van zijn die mensen belust op macht? Dan moet je er wel heel veel voor over hebben. Want je macht is natuurlijk tamelijk beperkt. Dus ik weet niet wat het is. Ik denk oprecht, als ik die 31 mensen bij ons in de gemeenteraad bekijk, dat ze allemaal zonder enige uitzondering proberen om het ietsje mooier te maken op het einde van de dag dat de dag begonnen is. Yes, en dat vind ik en ik moet je ook heerlijk zeggen dat ik vanuit mijn beroep en sociale omgeving van heel veel dingen eigenlijk geen weet had. Nee. En je komt dan toch, en dat maakt het werk heel erg interessant, bij heel veel mensen, instanties en... Zeker nu deze periode, want dat is wel een kleine ergernis, heb ik bij mezelf gemerkt.
Want nu word je overladen met berichten. Zeker. En iedereen vindt het maar helemaal geweldig. En dit Kamerlid en deze minister komt. Maar dat hoort er een beetje bij. Maar wat ik, dan zou de politiek zich toch moeten aantrekken. Heb je gelijk in, dat is ook zo. Maar weet je, dat, het is natuurlijk ook zo. Heel eerlijk zijn, je bent weken iedere avond ergens te praten. Ik vlak ook bijna weer naar de periode na 21 maart, waarop je ook gewoon even weer adem kan halen en rustig uit kan doen. Wat niet wegneemt, en dat is toch wel, vind ik het mooie van de rest van de periode, dat je met al die plaatselijke belangen, alle verenigingen, alle besturen, want dat is in de gemeente Hardenberg natuurlijk een enorme sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Zeker, van allemaal mensen die echt vreselijk hun best doen. Mm-hmm. En dat ook maar van niks, weet je. Dat echt gewoon doen vanuit de gedachte dat je dat gewoon doet. Dat je, als je iets kan, dan doe je dat. En ik denk dat heel veel mensen, ook wij van de import, zeg maar, toch iets hebben dat je heel blij bent en dankbaar dat je hier woont. Dat je opgenomen wordt, dat je de kost verdient en dat je je dingen doet. Nou ja, en als je dan... ik denk de behoefte voelt of het kan doen, hè, om in de politiek te gaan. Maar ja, wellicht dat dat dan is wat je daarvoor moet doen. Even terugkomend op die vervelende berichten dan in de krant. Want je stapt daar dan vrij gemakkelijk overheen. Want je zegt, ze weten vaak niet waar het over gaat. In dit geval had het toch duidelijk met het aftreden van Alex Reiling te maken. Misschien kan je hier nog eens uitleggen, wat is er nou werkelijk gebeurd eigenlijk met Alex Reiling? Want dat bleek uit dat stuk ook niet. Er wordt wel van alles geïnsinueerd. Ja, goed, het is echt wat het is. Alex die heeft aangegeven zich niet meer zo prettig te voelen binnen de VVD-fractie. Nou, dat kan. En hij heeft zelf dat persbericht gemaakt dat er standpunten waren. Ik moet je zeggen dat ik dat ook niet weet, wat hij nou exact voor standpunten had. Maar goed, het kan zo zijn. Alex is een heel betrokken man. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je vindt dat de cultuur of dat de standpunten niet helemaal overeenkomen met je eigen standpunt. En dan lijkt het mij goed, vind ik het juist een hele mooie constatering, dat je zegt van joh, ik zit daar niet voor mijn brood of andere dingen. Als ik mij niet kan vereenzelvigen met het beleid, nou ja, dan moet ik iets anders gaan doen. Ja, dat kan. Kijk, en dat daar dan mensen zijn in je nabijheid die dat anders uitleggen. Ja, moet eens uitleggen, als ik iedereen een euro zou moeten geven die zijn eigen gedachten heeft, die niet helemaal gestoeld is op de waarheid, dan had ik er niet veel meer over. Nee, nou ja, goed, maar er dus hangt dan zo'n wazen overheen dat je denkt van nou, daar gebeuren hele vreemde dingen. Ja, althans niet. Jullie hadden een ledenvergadering en in die vergadering, het ging niet om een standpunt over... Nee, maar het was helemaal geen ledenvergadering hoor. Alex stond gewoon op de lijst. Hij stond op die kandidatenlijst, maar heeft uiteindelijk op een bepaald moment besloten, ik wil er niet meer op. Nee. Had het te maken met Mercator misschien? Heb ik mijzelf afgevraagd? Nou, daar is natuurlijk, want je hebt toen een tijd gezien dat Alex de zaal uitging bij die stemming. Ja. En dat heeft altijd te maken met belang. Dat heeft, en daar is het ook wel interessant voor een gemeenteraadslid. Hè? Wij zijn bij VVD met meer mensen ondernemen. Ja, dan heb je nog wel eens dat je iets vindt. Ik heb het niet terug kunnen vinden, moet ik heel eerlijk bekennen, maar ik meen mij wel te herinneren dat de VVD in het begin van die discussie met betrekking tot de Aldi toch eigenlijk ook standpunt had dat het wel op Mercator zou kunnen. Ja, en daar zijn en wij nog jullie steeds... hebben daar dan in een soort van draai gemaakt. Nee, dat is niet zo. Wij hebben heel praktisch ingezien dat het volstrekt kansloos is in de huidige setting om iets te vinden van de Centrumplan Ontwikkeling en Delersvaart. Nou, daar hoef ik jou niet te vertellen waarom dat is. Vertel eens. Nou ja, het is zo dat daar besluiten zijn genomen en daar wordt niet aan getornd. En dan kan de hele Julianastraat... Omdat het CDA en de ChristenUnie... Ja. Dus, maar is dat dan niet een beetje gemakkelijk dat de VVD dan zegt, nou ja goed, nee, we kunnen toch niks... Nee, maar het ging nooit... Het gaat om de detail- en structuurvisie. Hè. Precies, het gaat daar niet zozeer... Daar wordt heel erg in gelinkt, de Aldi.
Mercator. Maar dat is wat ons betreft overigens wel een punt van discussie, hoor. Als we straks weer met nieuwe ronden, nieuwe kansen gaan. Maar dan zou ik hem heel anders willen insteken. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik de waar de Aldi naartoe gaat, vind ik natuurlijk hoofdzakelijk als liberaal VVD een punt van de ondernemer zelf. Hè. Dat mag binnen de kaders. Dat dacht ik ook al, want ik zag jullie programma. Hè. Ja. Dat vind ik ook. Maar weet je wat ik hier nog interessanter vind, is eigenlijk de constatering dat die hele Julianastraat nou zoveel aandacht nodig heeft. Want dat, doordat dat nieuwe centrum gebouwd is, trekt natuurlijk alles van het een naar het ander. En dan hou je logischerwijs, moet er wel wat gebeuren. En ik denk dat iedereen elkaar nu in een houtgreep houdt, waardoor er niets gebeurt. Ja. Maar hoor ik je nu eigenlijk zeggen, want de Aldi die heeft dan afgelopen week toch weer bezwaar gemaakt, hè, tegen het besluit, maar hoor ik je nou eigenlijk zeggen, nou ja, als ze nog een keer verder in het proces, dan krijgen ze de VVD wel weer mee. Ja, maar dan spits ik het niet op de Aldi toe, hè? Want dat wil ik echt, en ook niet op Mercator. Waar mij het om gaat, waar ons het om gaat in ons fractiebeleid, is dat wij heel sterk zeggen, je moet kijken naar het totaal. En daar heb je een frisse blik voor nodig, want in de huidige setting, met het huidige college en de huidige mensen die afspraken gemaakt hebben, gaat er echt niks veranderen. Is dat dan een beetje haantjesgedrag van nou, we hebben één keer nee gezegd en nou is het nee en het blijft nee? Bert, denk jij dan dat in een nieuwe periode, dat je zegt dan kunnen wij ook weer vanuit een ander perspectief kijken naar de inhoud van de structuur? Wat ik interessant vind, hè, dat is toch even überhaupt, hè, wat ik heel sterk merkte, even weer terug naar je link naar waar je mee begon, in de 4 jaren, was dat wij volstrekt nieuwe fractie, hè? Wij zaten daar, niemand had enige ervaring. Heel vaak hoorde dat de VVD in 1986 had meebesloten in het plan. En dan denk ik, ja, weet je, in 1986 had je niemand ooit van Facebook gehoord. Dus je kunt wel blijven hangen in de dingen die je ooit vond. Mm-hmm. Maar daarmee doe je natuurlijk jezelf enorm tekort. En wat ik nu vind, wat ik interessant vind namelijk in de centrumplanontwikkeling, is dat die ontwikkelingen niet allemaal even succesvol zijn, als ik het voorzichtig zeg. Dat wordt gemotiveerd met, maar de hele wereld is veranderd, hè, want het koopgedrag is totaal anders. De wereld is niet meer hetzelfde. Ja. Maar aan de andere kant wordt wel gezegd, maar de afspraken die we ooit gemaakt hebben, ter zake, die wereld die niet meer hetzelfde is, die blijven wel gestaan. Dus je blijft. Kijk, en dat strookt niet met elkaar. Wij zijn alleen zo pragmatisch en zo praktisch dat we denken van, nou, weet je, we kunnen er nu wel vuur op zetten. Maar dat nee wat er ligt, dat is wel een behoorlijk nee. Maar dat betekent dus dat je in een nieuwe raadsperiode, dat jullie wel de bereidheid hebben om daar opnieuw naar te kijken. Ja, volgens is maar één ding van belang. Ja. Dat is ook waardoor we 3 keer ruimte in het programma halen. Ja, nou, dat sluit aan. Maar interpretaties die erg interessant zijn. Want eerst geef je ruimte of krijgen. Nee, dat is een hele mooie. Nou ja, er staat ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte hebben. Ja, maar dat is ook en ik bedacht met betrekking tot de Aldi, je hebt de Aldi geen ruimte gegeven, de Aldi heeft geen ruimte gekregen. Nee. En de Aldi heeft ook geen ruimte om uit te breiden op de plek waar ze nu zitten. Deze is iets meer dan de Aldi, maar ik vind dat het probleem absoluut van tafel moet. En dat bedoel ik hiermee, want wat ik probeer aan te geven is dat wij ook een bijeenkomst hebben gehad onder voorzitterschap van Plaats Belang, waarbij alle stakeholders betrokken waren. En daarbij zei eigenlijk niemand dat iets niet mag, en dat iets is heel globaal, dat zijn heel veel dingen die afgesproken zijn, maar zeggen ze, wij willen graag in het totaalbeeld van levensvaart een oplossing waarvoor je, toekomstbestendigheid, waar dat gegarandeerd wordt. En als daar een, wat dan ook voor van toepassing is, is het interessant. Wat ik een boeiende opmerking vind, altijd gevonden omdat ik bij het voortdraad niet betrokken was, is dat, om het toch even naar de Aldi te brengen, verweten wordt dat ze niet naar de noordzijde van de markt zijn getrokken, maar die is lang bebouwd. Ja. Weet je, dus die oorzaak om daar zo strak in te zitten, die is ondertussen weg. Dat neemt niet weg dat het geen voorkeur verdient om centra uit elkaar te trekken. Maar dat is een deel van ook al gebeurd, hè, met de Lidl die daar natuurlijk zit. Dus alles bij elkaar, denk ik, dat wij niet seks zijn voor een verplaatsing van wie dan ook naar wat, maar wel dat iedereen de ruimte krijgt om bij nieuwe rondes en nieuwe kansen
nog eens opnieuw te gaan zitten. Nou, dan zie je, daar zie ik wel ik concludeer dat er dus nog hoop is voor de Aldi. Ja, ja, maar de constatering die je mag doen is dat er hoop is voor iedereen. Ja, maar het gaat natuurlijk ook om dat je... Maar hoe staat, want ik wil Birgit ook graag... Oh, ik luister graag gewoon. Ja, maar hoe staat het CDA in dit hele verhaal? Ja, ik was al bang dat je mij die vraag ging stellen, want ik ken natuurlijk het dossier niet goed. Ik moet nog in de gemeenteraad worden maar dit gekozen. Kan je niet ontgaan nee, zijn. Nee, dat is me niet ontgaan. Hier is ook wel over gesproken. Ik heb van geluisterd toen, van oké, hoe gaat nou dit soort discussies ook binnen onze eigen fractie. Wat ik ervan begrepen heb, en ja, misschien zit ik daar dan niet helemaal goed mee, maar dan corrigeer me maar. Daar waar de Aldi nu zit, is uitbreiding mogelijk. Alleen dat wilde Aldi liever niet, want dan moeten ze natuurlijk investeren in uitbreiding. Zij hebben sowieso de ruimte daar niet. Nee. Maar wat ik overigens wel interessant vond, dat je zegt, we hebben een bijeenkomst gehad met plaatselijk belang en stakeholders. Oftewel invloed de rijke mensen, maar waar compleet dan aan voorbij gegaan wordt, zijn dan de inwoners die toch vrij massaal hebben gezegd, al die naar elkaar toch. Ja, maar ook volgens mij vertegenwoordigd. En wie heeft er dan invloed? Dan ja, maar plaatselijk belang heeft dat ook volgens mij namens de inwoners ook gezegd. Wij vinden een verplaatsing van wie dan ook een goed idee als iedereen daar het over eens is. Dus volgens mij was die vertegenwoordiging daar wel vrij breed en algemeen. Je hebt het heel goed gedragen. Genoeg over de Aldi, over zou de Aldi. Ik zeggen. Maar je kent ons standpunt, dus... weet het. Birgit, wat... Ja. Was jouw overweging om in de politiek te gaan? Ja, ik zal eerst bekennen, ik kom uit Brabant. Waar kom je omdat vandaan? Omdat jullie dan zeggen, ja nee, import. Ja, kijk, maar ja. Groninger en Brabander. Ja, nee, maar ik wilde het even terug naar je opmerking die je net maakte, hè, want de mensen in de buitengebieden. Maar volgens mij heb je dat heel mooi verwoord. Je woont hier nu, dus je wil nu meewerken. En of je dan een Sipplo of de Krim woont, maakt niet uit. Ik ben... ik was 4 toen ik hier kwam wonen. Ik ben nu 50. Maar ook geen zakje hier. Nee. Maar, dus dat maakt niet uit. En het woord politiek, het grappige is, ik heb mijzelf nooit zo in de politiek gezien. Op een gegeven moment word je gevraagd omdat je een doener bent. Je bent iemand van aanpakken. Dat is dan misschien opgevallen in de gemeente. En toen dacht ik, ja, ik in de politiek, ik weet het niet. Maar toen dacht ik, oké, ik wil best meepraten en meedenken over een gevaarlijke kruising of over verlichting of over ouderenzorg of over dat soort thema's. Maar dat betekent dat je gevraagd bent? Ik ben gevraagd, benaderd, zoals jij noemde net al. Er zijn heel weinig mensen die zelf in de telefoon klimmen van, goh, ik wil wel in de politiek. Omdat misschien mensen denken, ja, dat kan ik niet. En misschien ook wel vrouwen die denken, nou, dat is niks voor mij. Ja. Dus de CDA is eigenlijk heel actief op zoek gegaan, toch ook naar vrouwen. Omdat ze toch ook die kleuring in de samenleving ook in hun fractie terug wilden zien. Zoals eigenlijk iedere fractie wel. Maar wij ook. Dus ik heb daar eerst goed over nagedacht. Van, ja, is dit wel wat voor mij? Maar je was nog geen lid van het CDA? Nee, omdat ik... ik geloof eigenlijk in... in samenwerking. Dus ik heb ook toen verteld bij de gesprekken die ik vooraf gevoerd heb. Ik moet mij kunnen vinden in het gedachtegoed van de CDA. Dat mag helder zijn. Maar toen dacht ik, ja... VVD, maar had D66. Het dan ook zo kunnen zijn als de VVD of D66 jou toevallig gebeld had? Dat je echt... Ja, maar weet je waarom, Geke? Dan is het niet een hele principiële keuze. Dat kan. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik ga voor de inhoud. En ik geloof dat je wil gaan voor een mooie gemeente. En wat ik net al zei, ik denk dat Bert net zo goed een mooie gemeente wil met de VVD en duurzaamheid en goede ouderenzorg. Dat heb ik ook. Waarom gaan jullie niet samen gewoon? Ja. Weet je, uiteindelijk ga je toch ook samen? Want ook al zou de VVD niet in de coalitie zitten, dan kunnen ze tegengas geven wat ons dan weer scherp houdt. Dus volgens mij moeten we het ook samen doen. En het klinkt echt heel erg idealistisch. Ja. Dat realiseer ik mij ook wel. Maar denk de hele CDA-fractie ik zo? Ik heb geen idee, moet je ze hier allemaal aan tafel gaan uitnodigen en dan gaan we het een keer doen. Spreken.
Dus ik ga gewoon voor de idealen. En ja. Ik denk dat, ja, dat dat bij iedere partij zou kunnen. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik me heel erg op mijn gemak voel bij het CDA. Ik ben daar heel fijn ontvangen. Er is humor, er wordt op inhoud stevig gediscussieerd. Maar wat jij net ook schetst, aan het einde van de dag wil je de wereld een klein beetje mooier gemaakt hebben. En dat, je, dat het zin heeft dat je met elkaar in gesprek gaat over dingen. En soms moet je echt een lange adem hebben, dat geloof ik ook echt. Maar als het aan het eind van de dag dan lukt... En het weerhoudt je niet, nou ja, verhalen zo, als waar Bert mee te maken krijgt, dat mensen je toch een beetje, nou ja, neerzetten als, nou, ja, hoe maar. Zal ik het zeggen? Ik weet niet. Nou ja, niet al te vriendelijk, laat ik het zo zeggen. Of, nou, maar die mensen hebben gelijk, gek hoor. Ja, is het zo? Ja, ik klopt het? Ik ben natuurlijk vast niet vriendelijk. Dus nou, eigenlijk ben je dus toch gewoon een zeikert, zoals ik een keer over je heb zeggen, geschreven. Je hebt het ergens over mensen, maar ja, je bent dat is inderdaad weet je, zo. Het is heel makkelijk om aan de zijlijn te gaan staan roepen over een persoon. Hè? En als journalist heb je dat, en als voetballer heb je dat, en als politica heb je dat. Het maakt niet uit, als directeur van een school moet je soms ook echt vervelende gesprekken voeren. Dus dat maakt niet zoveel uit. Ik geloof dat... Je zou daar niet, je ligt daar niet wakker nou, van. Je moet je nek een keer kunnen uitsteken, omdat je ergens voor wil staan. Maar iedereen vindt toch wel wat van. En dan denk ik, je kunt twee dingen doen. Je kunt aan de zijlijn blijven staan en ergens wat van vinden. Dan word je ook zo'n persoon. Of je kunt gewoon, als je het als een voetbalelftal wil zien, gewoon gewisseld worden en in het team meevoetballen. En helpen scoren of verdedigen, dat maakt niet uit. Nee. Maar ja, help mee en met elkaar ga je er dan voor. Mm-hmm. Ja, maar dat is natuurlijk zo. En dat lees ik vaak ook bij andere nieuwe gemeenteraadleden. Want dat is natuurlijk de eerste vraag, hè. Waarom wil je de politiek in of waarom wil je de gemeenteraad in? Nee, weet je, dus gewoon meehelpen. Dus het is niet zo spannend eigenlijk. Nee? Nou, nee. En ik geloof wel, Bert, wat jij oprecht zegt. Als je straks echt in de gemeenteraad komt, dan komt er echt van alles op je af. Misschien zeg ik over 4 jaar van nou, dit is echt helemaal niet wat bij mij past. Ik ben een doener, maar ik hoor eigenlijk iedereen alleen maar enthousiast. En dat het verslavend is en dat ze het leuk vinden. Dus ja, ik ga het zien. Er is een klein onderscheid in positie. Hè? Wij zijn natuurlijk van de oppositie, dus wij moeten af en toe ook wel wat prikkelen. Ja. Anders maak je hem aangeschreven. Dat is toch goed? Maar daar vinden mensen natuurlijk wel. Kijk, sommige dingen. Kijk, wil je überhaupt ergens een keer wat. Ja, dan moet je, dan ben ik je tegen. En daar, of dan vind je wat. Nou, ben je dan tegen omdat je... Nee. Nou, dat klinkt mij in de oren als de tegenpartijen. Nee, waar het in het begin al nee maar ik snap denk ik wel, tenminste dat ik daar een beetje op mag aanhaken, van als je natuurlijk altijd hetzelfde doet wat je hebt gedaan, dan krijg je hetzelfde resultaat. En we zitten in een hele grote verandering en de wereld verandert. Dus je moet eigenlijk, wil je meegaan met de ontwikkeling, dan zul je iets anders moeten gaan doen. Ja. En daar heb je het wel voor nodig, dat je daar met elkaar probeert stappen te zetten. Ja. En dat geldt natuurlijk ook als je natuurlijk de zittende partij bent. Dan, nou, dan voel je je misschien ook wel comfortabel. En dan is het minder leuk dat je dan tegenspraak krijgt. Maar dat is belangrijk. Het is gezond. Ik denk dat het gezond is. Maar jullie zitten nu in oppositie, hè? Ja. Stel dat je... straks, nou laten we optimistisch zijn, 5 zetels. Waar gaan jullie voor? Ja, we hebben nu 5. Nou, niet helemaal. Zo gaandeweg zijn we... Zijn jullie, ja, jullie hebben wat verzameld zo in de loop der tijd. Ja, jullie hebben de week vals gespeeld, maar dat geeft niet. Nou ja, het is jullie gewoon in de schoot geworpen en jullie hebben dat dankbaar aanvaard. Dat zijn allemaal eerlijke kwalificaties. Ik placht mijzelf te vertellen dat wij het zo goed doen, dat anderen zich daartoe aangesproken voelen. Oh ja, ja, ja. Zo kun je het ook aangeven. Dat is de positieve lezing. Nou, ja, dat is heel goed. Nee, maar wij zouden het te prettig vinden om die 5 in ieder geval te behouden dan. Ja, 5. Maar waar zou je dan voor gaan? Bij de, hoe heet dat, de
Bij de coalitie. Ja, bij de coalitievorming. Wil je wel deelnemen aan de coalitie? Ja, of zeg zeker. Je nou, ik ga toch voor die oppositierol? Nee, ik denk dat het hoog tijd wordt dat wij daar ook een plek in krijgen. En misschien wel een wethouder gaan leveren. Ja, dat zou natuurlijk, dat is soms wel een heel spannend iets. Is dat een ambitie van jou? Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Ik hoor dat veel. en er zijn ook mensen die vinden dat je het dan maar moet gaan doen. Maar wethouder Gerling? Daar kan ik gewoon niet. Los van het feit dat ik denk dat ik hoogst ongeschikt ben. Waarom? Waarom zou je ongeschikt zijn? Nou, omdat ik het zelf wel. Omdat ik. Ik denk dat ik daar ongeschikt voor ben. Om meerdere redenen. Wat maakt een wethouder een goede wethouder? Nou, ik denk dat een wethouder hoofdzakelijk bijzonder empathisch moet zijn. Nou, dat ben je er al. dat doe je zelf tekort. Nee, denk maar goed, ik denk dat ik van heel veel dingen. Ik heb ook een vrij beperkt interessegebied. Maar ik geloof dat er. Vertel even, waar liggen je interesses? Ik heb mijn hele werkzame leven alleen maar. Ben ik of jurist of met financiën en transacties. Eigenlijk gewoon hele saaie man. De harde kant. Ja, vreselijk saai. Ja, de harde kant. Ik zit kan toch wel een beetje gelijk dan eigenlijk. Je hebt volstrekt gelijk. Nee, maar ik heb ook niet gezegd dat je ongelijk hebt. Dus die hele. Maar daarom vind ik het dus heel erg interessant om daar kennis mee te maken. Ik denk alleen dat er veel meer mensen zijn die veel geschikter zijn om. Wie dan om bijvoorbeeld? Wie zou jij. Wat zou jij een geschikte kandidaat vinden voor het wethouderschap? Nou, dat is, daar zijn wij heel druk mee doende om gewoon. Maar ook gewoon mensen te vragen. Ook gewoon van, kijk, wat ik echt vind, dat heb ik al een paar keer ook laten optekenen. Kijk, wat ik raar vond, is dat er al een poosje geleden gewoon mensen werden voorgesteld. Dat is onze wethouderskandidaat. Zonder. Dat daar een profiel aan hangt, of zonder dat die dan bijgezegd wordt, dat is de kandidaat voor dat onderdeel. Want ik vind dat je echt ergens verstand van moet hebben. Mm-hmm. Ik vind ook, als je nu bijvoorbeeld even een kleine link naar het kabinet maakt, en dat irriteert me, hè, daar zit niet één minister, niet één, die verstand heeft van wat hij doet. Ze zijn allemaal vakkundige bestuurders. Maar waar je geen verstand van hebt, kan je verstand van krijgen. Ja, maar dat vind ik een gemiste kans. Want dat duurt heel lang voordat je ergens verstand van krijgt. En ik denk dat het echt. Ik vind, maar goed, dat is mijn visie, dat je toch wel moet weten waar het over gaat. Maar waar moet je dan verstand van hebben als wethouder? Nou, ik vind dat bijvoorbeeld van financiën, en nou wil ik niemand tekort doen, maar ik merk heel vaak. Nou, dat ben je zelf dus. Ik merk heel vaak dat daar in de discussies die we hebben, dat niemand er echt precies weet waar het over gaat. En dat vind ik wel een ding, want het gaat over een budget, we hebben het over bedrijfsleven, maar als je dit budget vertaalt naar een bedrijfsleven, heb je het echt over een flink bedrijf. Mm-hmm. Nou, dan vind ik wel dat daar. Dat de financiële huishouding, en we maken wel stappen, hè, dat wordt ook gezegd, we maken wel vorderingen. Maar ik vind dat de mate van verslaglegging, daar begrijpt hij niet meer van. Als je met alle respect hoor, maar als je die bestuursrapportages en zo ziet, die kun je echt van eigenlijk doorlezen. Zeg je, die raadsleden hebben er ook over het bestuur. Over wat bied je aan en hoe verantwoord je dat. Wat ik bijvoorbeeld heel raar vind, wat ik heel pak voorbeeld geef. Er wordt over financiën bijvoorbeeld nooit een sheetje getoond. En terwijl dat iedereen doet dat. Iedere organisatie. Weet je, ik wil het eigenlijk helemaal niet over financiën hebben. Want ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het onderwerp waar jij het veel over hebt. Over cijfers en getallen. Kijk, uiteindelijk is dat wel een instrument. Uiteindelijk gaat het om de mensen Nee, maar dan ga ik je toch wel zeggen. Dat is niet zo. Wat je namelijk ziet, is als je niet op de cijfers let, dan krijg je van die bezuinigingsoperaties als die wij gehad hebben sinds 2012. Dat is gewoon verschrikkelijke overschrijdingen van budget. Dus mm-hmm. Moet je terug. Want beleid, kom ik even weer terug, is een keuze hoor. Je wil heel veel geld geven of je zegt, nou, we doen het rustig aan. Ja, maar als het aan de VVD lag, als ik het goed heb gelezen. Dan wordt de stationsomgeving niet aangepakt. Nee, absoluut niet. Nee. Maar dat gaat wel gebeuren. Nee, daar geloof ik niks van. Nee? Nee, daar geloof ik niks van. Hoe wil je het tegenhouden dan? Nou, omdat ProRail het niet wil, de NS wil het niet en zelfs de gebruikersvereniging wil het niet. De enige die dat wil, is kennelijk iemand over gemeentehuis. Mm-hmm. Het enige wat zelfs de gebruikersvereniging gevraagd heeft, was een wc.
in het 5000 euro. Dus niemand heeft bij de gemeente gezegd van wij willen graag dat jullie dat nou. Echt niemand. Nee. Niet dus, één gebruiker. Nee. Dus dat gaat dus niet. Dus er is iemand op een goede dag wakker geworden hier in het gemeentehuis. Die dacht van laat ik dus voor de zonsomgeving gaan. Zullen we dat eens gaan aanpakken? Ja. Nee, dat vind ik wel een ding. Nee. Hoor. Maar dit is wel echt aan het merkje aan. Ik vind dat echt heel kwalijk. Want uiteindelijk dan, hè, als je 25 miljoen in de begroting. Nou, daar wordt vast wel weer een tikkeltje meer. 25 miljoen. En als je dan klaar bent, gaat er nog steeds één trein naar Zwolle, een trein naar Emmen en staan twee bussen voor de deur. Maar wat wil de VVD dan? Wat wil je nou heel concreet? Waarom moeten de mensen straks op de VVD gaan stemmen? Nou, dat is een fantastische vraag, dank je. Ja, je geeft hem echt... Jullie komen op te gaan boven. We zouden het over de personen hebben. Ja, maar dat is ook het verschil met de andere partijen. Ja, hij vraagt erom, sorry. Wat wij heel sterk voorstaan, is dat je... En dat is maar een volstrekt liberaal standpunt, dat de overheid zo weinig mogelijk doet. Dus zorg voor de echt pure basis. En als je op de site zelfs kijkt van de Rijksoverheid, is dat heel weinig. Ik wil het over Hardenberg hebben. Nee, maar dat bedoel ik ook, want de gemeente hoeft eigenlijk maar een paar dingen te doen. Dat is zorg voor infrastructuur, de 3D's, hè, dus de zorg, de WMO en de participatie. Heel belangrijk overigens, moet goed. Ja. Je praat lekker de tijd vol, maar even heel concreet. Maar je vraag, dan ga ik je antwoord geven. Er zijn maar een paar dingen die je echt eigenlijk moet doen. En als je dat doet, en je doet het heel zorgvuldig en vreselijk goed, dus je zorgt dat echt allemaal fantastisch geregeld is, dan blijft er heel veel over voor mensen die zelf namelijk uitstekend in staat zijn om aan te geven wat ze willen. Eigenlijk wil je gewoon als raadslid, maakt je er met een Jantje van Leiden vanaf. Nou, dat is een negatief uitleg. Wat je doet, en dat vind ik wel raar dat je het zegt hoor, want we zijn allemaal apentrots op de Krim. En dat is precies wat wij vinden. Wij zijn er trots op dat we... Bijna CDA hoogstpersoonlijk de Krim dat geld geeft, maar wat doe je, en dat is precies wat hier staat, je zegt nou tegen het dorp, wat vind je zelf nou belangrijk, wat zou je nou zelf graag willen? Ja. En dan zeggen ze in de Krim niet van we willen, nee de Krim zegt wij willen heel graag een multifunctionele accommodatie. Wat doe je dan even, dat is gewoon mooi dat je dat zegt, gisteravond heeft Dedemsvaart het dorpsplan aangeboden. Ja. Dus Dedemsvaart heeft aangegeven, dit willen we graag, dat willen we graag. Wat kan Dedemsvaart van de VVD verwachten? Daarvan kan Dedemsvaart verwachten niet dat we afvinken van, nou dat is allemaal akkoord. Maar dat is de vraag, net als in de Krim, wat gaat Dedemsvaart daar zelf voor doen? Hè? Dus wat ben je bereid om daarvoor te doen? Dedemsvaart gaat er heel veel zelf voor doen, dat doen ze. En dan vind ik het een volstrekt logische zaak dat je gaat kijken, rechtgevend aan alle kernen, inclusief de grote, maar ook de kleine, die daar dezelfde vragen hebben. Dat je dan gaat afwegen van, nou, wat kunnen we daar nu van doen en hoe maken we dat op een langere termijn? Want het hoeft niet morgen allemaal. Je kunt zeggen van, nou... Dedemsvaart heeft juist een plan gemaakt, niet met vergezichten, maar op de korte termijn. Ook wel richting de toekomst. Ja, het is natuurlijk een plan ook gericht om Dedemsvaart ook op de kaart te zetten. En dat is natuurlijk iets wat als je hebt van waar... liggen wij in lijn met de VVD, is dat je ook de kernen zoveel mogelijk de ruimte geeft, zelf de regie geeft om hun eigen plannen te bedenken. Want als daar de betrokkenheid is en mensen daar zelf de schouders eronder zetten, ontstaat er wat. Dat is natuurlijk ook zoals het tegenwoordig is. Ja, er hoort iets bij, dat is heel belangrijk. Er hoort namelijk bij dat je als overheid zelf heel spaarzaam bent met je middelen. En daar hoort dus niet bij, daarom ageerden wij gisteren nogal fel, dat je zelf heel veel geld uitgeeft. Je zit gewoon een beetje op de centen. Nee, maar dat je heel... wat je dus niet moet doen, is zelf heel veel geld uitgeven voor je eigen organisatie. Ja. En tegen iemand anders zeggen van, nou... Kijk, ik vind namelijk, maar dat is de essentie van dat wij vinden dat we niet al te veel moeten uitgeven, dat je zorgzaam bent met het geld van anderen. Mm-hmm. Kijk, wat ik in mijn eigen bedrijfje wil doen, moet ik zelf weten. Als ik het geld uit wil geven aan nieuwe auto's, weet je, daar kun je wat van vinden. Moet je niet. Maar het is wel zo, Bert, hè? Ik snap heel goed wat je zegt, want ik ben het daar ook mee eens. Je moet kunnen verantwoorden wat je met het geld doet. En dat niet ongebreideld uit gaan zitten geven. Maar het is ook belangrijk dat je vanuit vanuit de politiek denkt wat goed is ook in samenspraak met de mensen naar de toekomst toe van zo'n gemeente. Dus daar moet je ook met elkaar richting aan willen geven. Dat is het. Wat ik vind dat je moet doen, dat maakt niet uit of je dan bijna rechts of links bent. Ik zou je voorgeven. Ik vind dat wij eens moeten nadenken over hoe we er over 20 jaar bij staan. Dat is namelijk de uitdaging. Mm-hmm. Hè? En dan kun je zeggen van, nou weet je wat,
Als we over links gaan, ga je zo, over rechts gaan we die kant op. Maar je moet uiteindelijk jezelf eens de vraag stellen, waar werken je kinderen over 20 jaar en hoe zien we er dan uit? Mm-hmm. Want we moeten tot een afronding komen. Ik wil het even iets korter, iets dichter in de tijd, niet over 20 jaar. Waar staan we 22 maart? Nou, dan heb ik mijn voetbalelftal compleet. Met 11 spelers. Dan hebben we nog een goede trainer aan de kant. Die mag maar roepen. Met het CDA, hoeveel, waar gokken jullie op? Hoeveel zetels? Nou ja, gokken. Wij willen graag gekozen worden. En ik hoop dat de mensen weer erom hun vertrouwen in ons. Dat klinkt echt als een politicus. Want jij staat op nummer 5. Ik sta op nummer 5. We hebben nu 9 zetels en we hopen op 11. Ja, en op 11? Ja. Dat acht je ook wel reëel met nieuwe partijen en alles wat er komt. En hoe het allemaal gaat, hoe het gaat, gaat het. De burgers die zijn aan zet. En even terugkomt jouw vraag over wethouders. Ik hoop gewoon dat we straks, we hebben gewoon echt een mooie kans met een nieuwe gemeenteraad. Veel verjonging, 3 nieuwe wethouders. Ik denk dat de wethouders van de toekomst... Wethouderschap wat voor Birgit Ruske? Nee, voorlopig niet. Ik ga luisteren en leren vooral. En lekker doen waar de burgers mij dan voor gaan kiezen. Maar ik vind wel, en eigenlijk onze hele CDA-fractie, het moet een goede bestuurder zijn. We hebben natuurlijk intern ook gesproken. Ik bedoel, Douwe Prinsen gaat ook stoppen. Waar moet een goede wethouder aan voldoen? En dat is denk ik een bestuurder, want die moet gewoon alle kikkers bij elkaar houden. En los van de portefeuilleverdeling... Wie is de kandidaat wethouder? Daar zijn we nog mee bezig. We zijn er nog mee bezig met de gesprekken. Wij wachten eerst rustig de verkiezing even af. En ik denk ook dat het goed is, want je kunt daar niet op vooruit borduren. Je zei net al aan het begin van het gesprek... als we niet meer dan 5 zetels zouden halen, hè, dan hebben we een groot probleem. Ja. Dus jullie gaan voor 11, dan heb je ook al wel echt een idee wie Douwe Prinsen gaat opvolgen. Nee, niet wie. Nee, niet wie, want wij zijn eigenlijk, jij noemde het net al, begonnen met een profiel. Omdat we het minder belangrijk vinden wie, maar wat moet een wethouder in zijn... Ja, vind ik wel. En dat vinden we eigenlijk allemaal samen. Dus we zijn begonnen met een profielschets. Waar moet die persoon aan voldoen? Maar goed, dan weet je inmiddels dus ook wie daar dan aan voldoet. Ja, maar ik ga nu geen namen noemen. Nee, dat niet. Dat dus, begrijp ik wel. Maar jullie hebben daar intern ideeën over. Goed besturen. Dus want wij hebben daarover Maar ook wel namen bij... Daar ga ik vanuit. Natuurlijk wordt daar intern over gesproken wie die ambities heeft. Ja. Het zijn allemaal mensen met ambities, of niet, dan is het ook goed. Maar het moet vooral iemand zijn die de groep bij elkaar kan houden. En niet alleen de CDA-fractie, maar ook gewoon de gemeenteraad. En jij zei net al terecht, Bert, het moet iemand zijn met empathisch vermogen. Ook met financiële kennis misschien. Dus toen dachten wij, weet je, het gaat niet eens zozeer om de portefeuilleverdeling, want dat weet je nog helemaal niet. Nee. Het moet een goede bestuurder zijn. Ja. En wederom de vergelijking misschien met een grote organisatie. De directeur van de Saxenburggroep die zei altijd tegen mij, Birgit, ik hoef ook niet zelf te opereren om een goede directeur van een ziekenhuis te zijn. Mm-hmm. Dus je moet gewoon een goede bestuurder hebben als wethouder. En we hebben gewoon een kans. We hebben straks 3 nieuwe wethouders. We hebben een vrije verjonging in de gemeenteraad. Dus volgens mij liggen er heel veel leuke uitdagingen op tafel. Zeg Karin Mees, hoeveel zetels hoopt D66? Nou, onze ambitie is 4. 4? En jullie hebben er nu? Ja, we hebben er nu nog maar 1. Omdat de zetel is natuurlijk naar de VVD. Maar de potentiële, die heeft een beetje vals gespeeld. De potentiële kiezer hopen wij wel bij ons te hebben gehad. Maar goed, ik denk, wat mij betreft moeten we gewoon eerst de kiezer... Maar 4 is 4 realistisch? De ambitie, hè? Het gaat om de ambitie, maar met een beetje realisme? Nou ja, we hopen natuurlijk op 3. Ja. En de ambitie is natuurlijk meer, want dan kun je ook wat meer kracht en wat meer power in de raad brengen. Alleen is het ook maar zo alleen. Dat is hard werken voor iemand die alleen in de raad zit. Dus ik denk laten we de kiezer laten stemmen. Ja. En dan vervolgens dan kijken wat dan de beste coalitie zou kunnen zijn. En ik denk wel, dat ben ik met jou eens, dat de profiel van een wethouder, het is iemand die ook de ambtelijke organisatie aan zijn zij moet hebben. Die moet kunnen lezen en schrijven met de ambtenaren. Dat is een beetje een rare tango die moet
voeren met dansen met, ja. met de ambtenaren. Nou, wij gaan, we zullen zien hoe goed hij in dansen is. Ik moet het hier bij laten. Ik wens jullie een hele goede campagne nog toe. Dank je wel. Dank je voor de koffie. Een heleboel stemmen halen dan maar. En dan zien we wel waar het 22 maart waar het op uitdraait. Ja, spannend. Onze kijkers, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Wij zijn van de partij.